één project dat toch heel veel complimenten verdient, is het rijstbouwproject of het rijstproject van het Nationaal Leger. Dit project die bestaat intussen al 3 jaren. En zoals ik het al zei, het is een project van het Nationaal Leger. Dus het initiatief die komt van de minister, de huidige minister van Defensie, Ronnie Benschop, samen met de reisverbouwer Mahinder Abelak. Dit project wordt uitgevoerd aan de Gangarampandeeweg. Het project beschikt over zijn eigen landbouwareaal, plus minus 40 hectare wordt er verbouwd hier. En ook alle rijstbouw-equipments, droog- en pelfaciliteiten. En deze behoorden in de jaren 60 toe aan het ministerie van LVV. En die worden nu allemaal nuttig gebruikt bij het rijstproject van het Nationaal Leger. Wat we ook verder kunnen aangeven is dat er niet alleen hier geplant wordt, maar dat saaizaad, de lokale boeren daarvan ook voorzien worden. Dus heel veel voordelen welke kleven aan dit rijstbouwproject van het Nationaal Leger. Zoals ik het al zei, het leger is hierdoor dan ook zelfvoorzienend. De rijstboeren, de lokale rijstboeren, die worden voorzien van saaizaad. En we begrijpen van meneer Mahinder Abelak, met wie we spraken over dit project en ons ook nog een tour heeft gegeven door de faciliteiten welke zij hier hebben, dat zij ook nog het vorig jaar overschot hebben kunnen doneren aan tehuizen en andere instanties. We voeren nu naar dit verslag vanuit de Gangarampandeeweg, waar dit project van het Nationaal Leger van minister Ronnie Benschop wordt uitgevoerd en dat samen met de heer Mahinder Abelak, rijstverbouwer van de Gangarampandeeweg. En even nog een toevoeging aan het geheel. Nou, wat ik hier heb, dat zult u ook later in het interview zien. Dit is rijst uit Filipijnen, long grain. En hiervan is er vooral saaizaad gemaakt. En we begrijpen van de heer Abelak bijkans 12 boeren, 85 hectare. Die hebben ze hiermee kunnen beplanten. Dus dat is toch wel behoorlijk veel. Want vaak genoeg wanneer we denken aan rijstbouw, denken wij gelijk richting Nikeri. Maar we zien het dat de boeren van het rijstdistrict Saramaka er niet onder voor doen. Nogmaals, dit is rijst uit Filipijnen. Goed voor consumptie. En in het interview zult u vandaag daar ook nader kennis maken met een ander rijstsoort. Welke niet bestemd is voor eigen consumptie, maar wel heel veel voordelen heeft. Mahinder Abelak, kunt u de kijkers en luisteraars vertellen waar we hier staan? U staat op dit ogenblik de Gangarampandeeweg bij mij op het adres waar het Nationaal Leger het reisproject, een reisproject heeft opgestart waarbij we 40 hectare planten. We zijn al 3 jaar nu verder en met alle faciliteiten wat we nu hier binnen huis hebben, zijn we in staat dus rijst te pellen. De pelfaciliteiten en de droogfaciliteiten komen uit de jaren 60 van het ministerie van LVV. Die hebben wij heel nuttig kunnen gebruiken. Beeldmateriaal kunt u straks nemen. Mm-hmm. En we zijn ook in staat geweest het afgelopen seizoen saaizaad te verbouwen. Waarbij we dus ook rijstboeren hebben voorzien van saaizaad. Het gaat om 12 rijstboeren binnen Saramaka. Die zijn voorzien van saaizaad. Saaizaad van de Filipijnen, long grain rice. Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ik bedoel, uw persoon en het ministerie van Defensie. Hoe is dit tot stand gekomen? Nou, de minister van Defensie is jaren met ons hier. En hij kwam hengelen en zo. En zodoende zei op een goede dag van laten we kijken als we wat samen kunnen doen. Het is zijn initiatief. En vandaag aan de dag is het wat geworden. En we kunnen, welke regering dan ook aan de macht komt, kunnen wij ongelimiteerd door gaan werken. Ja. En hoeveel hectare wordt er beplant? Tussen de 30 en 40 hectare. Dit seizoen doen we 30 omdat we vanwege drassige gronden niet alle gronden kunnen bewerken.
De inzaai begint volgende week maandag. De eerste inzaai van de 10 hectare. Ja. En wie doet de inzaai? Dat doen wij zelf. Wie is wat? Wij jongens, we hebben alle equipment om in te zaaien. Middels een tractor en strooimachine doen wij dat op een hele eenvoudige manier. Ja. Hadden deze jongens dan ook een training moeten volgen vooraf? De jongens zijn al, ben je ook 3 jaar met me bezig en ze zijn dus al zodanig goed getraind om op het project te werken. Ja. Het gaat om het repareren van combine, service van combine, rijden van tractoren, het drogen van paddy. Ja, en alles wat daarmee te maken heeft. En hoe vindt de inzaai plaats? Nog op de primitieve manier? Of gebeurt dat ook allemaal modern hier? Nou, we doen het middels een tractor en strooimachine. Het gebeurt toch, ja, ik kan zeggen, toch een beetje modern. Niet meer handmatig. Ja. Jawel. Als deze meneer even hier komt, wat is uw naam? Sirisiria Rashidou. Ja, meneer Abelak, als u vertelt wat dit is. Dit is een heel kleine korrel. Wij zijn helemaal nieuw in Suriname hiermee. Deze zaden zijn enkele van deze zaden zijn gebracht door een mevrouw. Ja, dus ik heet een beetje schuin. Houden. Ja, uit Sri Lanka. Ja. En wij hebben dus uit die enkele zaden vandaag 30 zakken kunnen maken. Dat is goed voor 15 hectare. En de bedoeling is dat we dit hiermee gaan uitbreiden. Ja. Jawel. En is dit voor consumptie bestemd? Niet voor consumptie, het is uitermate geschikt voor voer voor kippen, doksen, duiven, legkippen, slagkippen, doksen, kuikens en je zou het ook kunnen malen tot varkensvoer. En dit is gebracht door? Door een zekere mevrouw Soeklaar. Een zekere mevrouw Dayawanti Soeklaal heeft dit uit Sri Lanka gebracht, net enkele korrels en hiermee hebben we dus eerst handmatig geplant. En daarna hebben we dus uitgebreid om het machinaal te planten. Ja. En hoeveel hectare hebben jullie hiervan geplant? We hadden net 1/3 hectare geplant, waarbij we dus om en bij 30 zakken van 50 kilo hebben geoogst. Mm. En we hebben dus nog genoeg zijzaad voor zo'n 15 hectare. En dit wat jullie nu al in zakken hebben, dat gaat waar naartoe? De bedoeling is dat wij het agrarisch bedrijf waar onze andere collega's de kippen en dokter kweken, dat wij die bedrijf ook gaan voorzien nu van paddy. Ook voor het zelfvoorzieningsproject waarmee ze zij bezig zijn, okay. Het leger. Ja. Als de volgende meneer komt, wat is uw naam? Tukaya. Ja, meneer Tukaya, meneer Abelak, misschien kunt u vertellen wat we hier zien. Ja, deze zaden hebben we gehaald uit Nikeri. Uh-huh. Dit had de Maleisiërs naar binnen gebracht. Het is een Filipijnse race, paddy. We hebben heel hoge oogstresultaten hiermee gehad. En we hebben dus 12 raceboeren in de omgeving Saramaka Hidangarampan die we kunnen voorzien van saaizaad om en bij 85 hectare. Saaizaad die wij in onze faciliteiten hier hebben gedroogd. Met onze eigen combine geoogst op ons eigen areaal. En met onze eigen faciliteiten dus gedroogd en dan in zakken gevuld. En ja. Het is dan verkocht aan de raceverbouwers binnen Saramaka. Maar waarom wordt bijna de naam van Saramaka nooit genoemd als het gaat om het verbouwen van rijst? Want vaak genoeg denkt men in Suriname gelijk aan Nikeri. Nee, omdat over het algemeen is de sector enorm gedropt binnen Saramaka vanwege het feit dat slechte opkoopfaciliteiten, wateroverlastproblemen van reisverbouwers, problemen met de bank, hebben er naartoe geleid dat wij vandaag aan de dag van de 5000 hectare zijn gedropt naar de 250 hectare maar. Jawel. En dit is wel voor, nadat het allemaal, ik ken de technische termen niet zo goed, maar dit is wel voor consumptie. Zeker weten, zeker weten. Het is long grain rice en hij pelt vrij makkelijk ook. En het is uitermate geschikt voor rice die we consumeren. En dit hebben jullie al ook ingezaaid of dit zal weer ingezaaid worden? Ja, sowieso gaan we dus hiermee zo'n 20 hectare inzaaien. Het ligt in de droogbakken. Ik geloof er is.
jawel. Ja, ik wil toch graag, dank u wel. Wat ik toch graag van u wil, meneer Mahinder, als de cameraman misschien met ons een beetje meeloopt, dat u dan toch even de faciliteiten hier een beetje belicht, zodat de mensen een beeld hebben. Waar naar kijken we? Wat is dit, meneer Mahinder? We staan nu voor een droogkamer. Die is gemaakt uit met een gedeelte van de vloerplaat. Nou, de vloerplaat is helemaal gemaakt uit de jaren 60. Materiaal die nog uitermate geschikt was voor het werk. Dus die hebben wij hier nuttig kunnen gebruiken. U ziet het. U ziet hier dus de droog. Er is aan de voorkant een aanvoervezel. Die dus de granen naar binnen brengt. En het wordt gedroogd. Dit zijn de afvoerbakken. En als u verder loopt, gaat u dus de rest wel kunnen zien. Dus het gaat allemaal hierin? Ja. Ja. En dan komt het hierin terecht? Dan komt het in weer een andere afvoervezel. Gaat in een reservoir. Hij wordt dus dan verder verschoond. In een schoonmakbak. Dan komt dit weer volgens in een blower. Die hem weer uitblaast, alle strodelen. Okay. En dan komt die weer in een andere afvoerbak en dan gaat die dan uiteindelijk in de pijlmachine. Ja. En u zegt, dit heeft er al vanaf jaren 60 hier gestaan? Nee, niet hier. Op het ministerie van LVV, de Orissa LVV, een gedeelte hebben we vandaar gehaald en een gedeelte van de pijlerij hebben we dus uit Nikeri gekocht. Was het daar in werking op Orissa? Nee, het stond al 20 jaar stil. Okay. Jawel. De investering stond stil? Jawel, het is een equipment die toen we nog onder de parapie van de Blanken waren, heeft het daar stilgestaan. Okay. En die hebben we dus hier nuttig kunnen gebruiken. En ik zie dat jullie, we hebben voorin zie ik een combine, ja. Hier achter ons zie je een combine. Ja. Jullie hebben ook tractoren. Jawel. Dus waaruit bestaat jullie equipment verder? We hebben tractoren, combines, spuitmachines, een blower, dat ziet u daar zo, een jet. Hiermee spuiten we de racevelden. Ja, die gele data is die. Jawel, is die jet, ja. Hij spuit plus minus 100 meter. En dus hiermee spuiten we chemicaliën en onkruid. Ja. En dat technisch gedeelte voor wat de machines aangaat, dat is, ligt ook bij NL, het Nationaal Leger. Helemaal, helemaal. Ik ben ook van huis uit en van school uit, ben ik monteur. Ja. Ja. Nou, van wie waren deze combines? Wel, deze machines waren van mij, dus het is een mix dat het Nationaal Leger en ik dus samen. Dus dat zou ik net vragen, wat is uw rol binnen dit geheel, heer Abelak? Ja. Ja, als je even. Nou, deels van het machinepark heeft het leger voor gezorgd en deels een van mij. Ja. Jawel. En uit dan de oogst? Wat is uw deel? Hebben wij 50% winstdeling. Ja. Jawel. En in cijfers, want jullie zijn al 3 jaar bezig. Uw eerste productie tot nu, zien jullie een stijgende trend? Ja, een stijging bedoel ik. Nou, we hebben in het prille begin wat problemen gehad met verkeerde rassen. Maar het is nu redelijk goed. Ja. Ja. En u weet het, meneer Abelak, ik hoef dat bijna niet te zeggen, maar we krijgen straks een nieuwe regering. Jawel. Hoopt u dat dit project voortgang zal vinden? Zegt u, het heeft echt veel voordelen en het moet verder hiermee? Nou, kijk, we staan hier op het punt dat wij onszelf geheel voorzien. Wij gaan niet bij de overheid nu aankloppen voor diesel, brandstof en noem maar op. Wij proberen uit ons eigen middelen verder te gaan, dus dat is sowieso een pluspunt voor iedere regering die gaat komen. En u zei het leger, dus rijst dat hier, wat, ik zal de simpele termen gebruiken, rijst dat we uiteindelijk hier krijgen, dat is dan voor de consumptie, voor de mannen die gedetacheerd zijn hier en daar. Ja, voor de verschillende kosten waarbij mannen worden gedetacheerd, mensen die onze grenzen bewaken. Ja, veiligheidsposten en noem maar op, worden dus voorzien van voeding en rijst maakt ook daaruit deel. Ja, en ik hoorde u in het interview zeggen, ook hier op Lareco, aan de Gangarampandeeweg, ook hier wordt dat van de pluimvee gedaan. Rijst, paddy? Nee, pluimvee. Kippen, doksen. Ja, jawel. Ook hier? Hier, ja, ook in de buurt planten zoveel paddy voor dat soort toestanden. Ja, we hebben ook vorig seizoen ook wat rijst doneerd aan Tegeuze.
inheemse dorpen in binnen Saramaca, kindertehuizen, het commissariaat en tehuizen in Paramaribo, bejaardentehuizen. Dat was donatie van het project. Maar op wiens gronden worden er verbouwd? Is dat van u of van de overheid? De gronden zijn van mij. Ik ben eigenaar van de gronden. En dat heeft u gewoon met minister Benschop gezegd van u bent bereid om dit project ten volle te ondersteunen. Ook met uw gronden en ook met uw machines en andere zaken. Zonder meer. Zonder meer.